En nou, ja, is natuurlijk het moment van waarheid gekomen. Douche de douche. Daar gaan we op één manier achter komen. 3, 2, 1. Zo. Oké, okay, daar was het. Zagen heb ik dus met mijn vriendin de kerstboom en alles opgeversierd en helemaal mooi gemaakt. Dat kunnen jullie ook gewoon zien. Maar ik heb dus gewoon een probleem. In de vorige vlog gaf ik namelijk het volgende aan dit. Alleen ik heb toch een probleem, dames en heren. Het is echt heel stom, maar het gaat over kerstboom. En dat ga ik jullie uitleggen in de volgende vlog. Juist, ik gaf dus aan dat er daadwerkelijk een probleem is. Nou, dat probleem is dus zo. Is het gewoon echt waar? Het ging over mijn kerstboom. Nou jongens, ik kan je zeggen, mijn kerstboom, hij gaat niet aan, dat stomme ding. Ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb geprobeerd om met het goede stopcontact te doen, maar hij gaat gewoon niet aan. Ik weet niet wat er met dat ding is gebeurd, maar heeft hij misschien een stroomstoring of zo? Ik zeg maar wat, ik ga het even kijken, want dit slaat toch nergens op, joh. Hoe kan dat ding nou in één keer niet meer doen? Toen ik hem opzet, toen deed hij het nog. Het is dus serieus dit kleine rotkabeltje. Nou echt jongens, ik zeer het je. Als jullie het weten, dan weet ik het ook. De kerstboom staat net en hij is nu alweer kapot. Top! Niet chill. Wat ik dan wel echt super leuk vind, is dat ik nog wel wat kerstkaartjes heb gekregen. En mijn vriendin is even kijken. Kun je daar gaan, want je moet nog een paar dagen tot kerst en ik krijg nu al echt genoeg kerstkaarten. Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen. Nou, het is nog geen nieuwjaar, maar dag Mitchell en vriendin. Wensen jullie een fijne kerst en alle mooiste voor 2024. Dankjewel. Super lief. De beste wens alvast voor 2024. Ja, het is bizar, maar het gaat echt snel. Volgens mij moeten ze nog 2 of 3 weken en dan knallen we zo het jaar alweer uit. Het is echt. Jeetje. Ik ben binnenkort maar eens even gaan kijken voor lokale vuurwerkverkopers natuurlijk. Goed, en dan de volgende. Lieve Mitchell en vriendin. Een gezellige kerst plus een fijn en gezond 2024. Nou, ook weer een superleuke kaart, dankjewel. Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En we wensen natuurlijk iedereen ook gewoon hetzelfde terug. Gewoon een prachtige kerst en een nog beter goed uiteinde voor 2024. Ja, het is voor jullie misschien nog een beetje te vroeg om te vertellen om nu alvast jullie een goede kerst te wensen. Maar uiteraard iedereen thuis, ik wens jullie ook gewoon een goede kerst. En natuurlijk ook een fantastisch uiteinde. Doe voorzichtig met vuurwerk sowieso, maar zover is het nog niet. Zover zijn we nog niet, maar alvast, hè? Wees voorzichtig met je handen, wees voorzichtig met vuurwerk en niet veel vreten met kerst. Dan komt het helemaal goed. Dan kom je 2024 gewoon mooi in. Knallend in. Zo, ik heb ondertussen even lekker gedoucht en daar gaat het volgende ook weer over, dames en heren. Dus ik heb een nieuwe douche gekocht en ja, dat is gewoon een stuk fijn, want het is gewoon een regendouche. Veel beter, gewoon een lekker grote douche, gewoon ja, perfect. En ja, ik heb ook even lekker gedoucht. Laten we maar eens even gaan kijken of dat pakketje nog binnenkomt. Let's go. Zo, nou dames en heren, het pakketje is binnen. En ik ben heel benieuwd hoe groot de douche is. Goed. Laten we het even open gaan maken. Ik heb natuurlijk een beetje opengescheurd, maar. Oh, dit is leuk. Bubbeltjes plastic. Nou ja, hier zit de uiteindelijke douche in. Het is een regen douchekop XXL. Zie je dat? Nice. Althans, ik zeg wel nice, maar ik hoop dat die nice is. Daar gaan we natuurlijk achter komen. Oh ja, yeah. Kijk. Er zit ook van alles in. Maar deze heb ik op zich niet nodig, want dit heb ik al. Dit is zo'n ophanghaakje. De slang is handig, maar die heb ik ook al. En dan het uiteindelijke ding waar het om gaat. De douchekop. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Dit ziet er wel heerlijk uit. Nou, ik ga hem even installeren en dan ga ik kijken of die goed werkt. Of dat is wat ik van verwacht, zeg maar. A few moments later. Goed, zal ik jullie eens even laten zien, dames en heren, even in vergelijking met deze douchekop en de douchekop die ik nu heb. Kijk, dit is wel echt een heel groot verschil, hè. Jeetje, mine. Nou, ik ga hem natuurlijk gelijk even installeren en dan ja, ben ik heel benieuwd
wat voor effect het geeft. Gewoon mega douche in een shitje. Oké, er zitten dus ook van die dingetjes bij. Van die douchekop. Standaardjes, die moet je er gelijk aanmaken. Dus dat gaan we er maar gelijk op doen. Er zit een ringetje bij, zie ik. Dat zal wel om te zorgen dat het water goed blijft lopen. Dat het gefilterd wordt. Ik heb meerdere ringetjes, zie ik. Dus ik ga wel eerst even kijken wat ik daar ook verkeerde dingen doe. Ja, precies wat ik dacht. Er zitten dus heel veel handleidingen bij. Nee, het is heel simpel. Kijk, het is gewoon. Je maakt de douchekop vast en dan is het gewoon een kwestie van. Ja, douchen. Heel simpel. Ik check nu zo, ik ga even de dingen aanmaken. Goed, nou, het is inmiddels opgehangen. Kijk, het is echt net gewoon een lamp wat je ophangt, een lampenkap. En nou, ja, is natuurlijk het moment van waarheid gekomen. Douche de douche het. Daar gaan we maar op één manier achter komen. 3, 2, 1. Ja hoor, dit is nice. Hij doet het gewoon. Zo dames en heren, ja, ik heb hem hier in de hand, mijn oude douchekop. En gadverdamme, dat allemaal onder mijn arm door. Nou, kan je vertellen? Heerlijk. Het is echt een heerlijke douche. Echt gewoon een top douche. Dus goedgekeurd. En nu gaan we door naar het volgende. En dat is namelijk de kerstwinkel. Oké, besef even. Dit is voor het eerst sinds tijd dat ik gewoon een keer mijn parfum leeg heb. Wat? Ja, maak jij maar een foto. Jeetje, ik krijg net het idee alsof we door de Efteling heen lopen zo. Ja, maar ik heb volgens mij mis. Voor. Ja, waar hoor je dat? Oh, moet even op de foto. Zo. Dit is vet. Ja, maak er maar zo'n foto van, ja. Welke kerstboom wil je? Ja, dit, ik weet niet. Die grote, die is al vet. Zie je dat? Die jeetje. Dit begint echt een beetje de Efteling te lijken zo. Spookjesbos. Kijk dit ook weer, joh. Ik weet niet, ik krijg altijd zo'n soort van epileptische lampjes, maar toch zijn ze zo leuk. Deze dingetjes. Oh, zacht. En zo zacht als mevrouw hier zo. Zachte wangetjes. Goed, jullie nu zien, dat is echt vet. Of wat jullie nu gaan zien, dat is echt vet. Dat is namelijk een heel groot reuze. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, hè? Kijk dit, jullie weten wat ze normaal gesproken als ze een kerstdop hebben, zoals daar zo. Draaien? Maar kijk, ja, kijk dit dan. Ja, draaien, ik kan niet draaien. Ja, dadelijk breek je hem af, prutser. Dadelijk breek je hem af. Ja, ik kan niet draaien. Ze maken het elk jaar wel heel mooi, hè? Ja, doe eens leuk voor de vlog, als je hem afbreekt, dan... Ja. Dan heb ik gelijk een thumbnail. Ja, dit blijft mooi, inderdaad. Een heel kerstdorpje. Schattig hoor. Weggekomen, hè? Ja, ik wil net zeggen, je zit heel veel weg in. Kijk die hond. Ja, ik weet wel dat hier echt een vermogen aan werk in zit, denk ik. Ook als je die prijs al kijkt, hoor. Deze bijvoorbeeld al 26,50. Beetje. Vliegende kerstman in een vliegtuig. Kijk dit ook weer. Jeetje. Ja, ik vind het echt zo vet. Want zoveel werk wat hierin zit. Maar echt alles draait ook. Hè. Kijk dit. 3, 4, 5. 5 hoog. Lekker hoor. Oh, dat schilderij moet ik hebben daar zo. Met dat vuurwerk. Nee, grapje. Dat ding is waarschijnlijk peperduur, schat. Dat ding is waarschijnlijk echt peperduur. Nou, ja, hij is wel vet. Oké, ik heb dus echt iets wat met spiegels, hè. Ik weet niet. Kijk maar een beetje goed zit. Kom weer door. Zal ik deze volgend jaar in mijn tuin zetten? 400 euro, zie je dat? Oké, laat me zitten. Hij is wel echt vet. Twinkly LED lights. Kun je zelf ook wat maken, denk ik. 4 meter, wat, dit? Ja. Denk je? Het hoeft geen 400 euro te zijn, toch? Nee, dat is waar. Je kunt ook alles zelf maken. Maar je ziet ook wel dat het echt gewoon kerst draait. Echt een beetje om geknipperde lampjes, hè. Gewoon, hier heb je de droomvlucht. Dus zou jij dit zo in je tuin zetten, toch? Nee. Dan is de tuin wel vol, maar... Ja, nee, dat zou denk ik een beetje overdreven zijn. Je hebt een hele grote tuin nodig. Ja, nee, dat zou wel een beetje overdreven zijn. Maar... Het is leuk voor in de winkel, maar... Kijk, mevrouw van Wagen zit daar wel lekker te chillen. Hallo, schat. Zit je lekker te chillen? Nou ja, als je echt next level wil gaan, dan kunt u ook gewoon gaan voor dit soort lampjes. Het knippert, het doet, het beweegt. Maar ja, die prijzen die doen ook wat. Moet het 400 euro zijn, joh? Ja, ik heb geen idee. Het enige wat je ziet is gewoon knipperende lampjes en dan ja, van boven naar beneden. Ik kom voor 50 euro bij de Action halen en dan zo'n boom zo doen. Ja, het is een leuk spul, maar het is inderdaad al die prijzen, joh. 89 euro, 119. De duurste is dus al 400 euro. Oké, ik wil jullie wat laten zien, maar hij focust helemaal niet. Kom op.
Mijn camera focust gewoon niet, joh. Ik wil je dus even laten zien dat ik hier uren naar kan kijken. Maar als ik echt naar iemand uren kan kijken, ja, dan ben jij het wel. Ik zeg je, met deze muziek op de achtergrond heb ik echt het idee alsof we in de Efteling zijn. Kijk de achtergrond, vet man. Alsof je gewoon in Oostenrijk bent of zo. Wat een dikke knoepert zijn dit. Jezus, wat een vissen. Hallo daar. Kijk, die lijkt dan een beetje op jou, schat. Wat zeg je nou? Hij lijkt dan een beetje op jou. Kijk nou, joh. We hebben publiek, kijk, we hebben publiek. Lijkt wel een beetje op die. Waarom weet ik toch ook weer op dat er weer een opmerking veel gaat komen? Draak. Kijk, hallo jongens. Onze hondenliefhebbers. Onder andere deze hondenliefhebber. Hé, je bent van honden, hè? Ja. Oh. Dat doet me heel erg anders dan denk ik, moet ik zeggen. Jeetje. Dit is heel een beetje jouw neus groot. Zie je dat, die neusgaatjes? Even kijken, jouw neus. Doe jouw neus er even naast. Doe nou even. Wat? Ik doe het dan ook, hè. Bye. Doe het maar even. Wat moet ik doen dan? Goed. Oké. Okay. Leuk met je vriendin op stap. Welkom in Verwonderland. Nou, goed joh. Gaan we nog in dan? Ja. Gaan ze dan zingen of wat gaan ze dan doen? Wat gebeurt er? Gebeurt volgens mij helemaal niks. Ik dacht dat ze gaan dansen of zo gaan zingen, maar ze doen helemaal niks. Nah, ook niet leuk. Oh, ik kan wel in een treintje. Nou Job, ga eens even een rondje in een treintje. Was het kindjes of zo? Dat denk ik, ja. Kan er niet aan, dat treintje? Oh, hier. Ga jij even op het knopje drukken? Ja, ik druk wel. Serieus? Ja? Kom maar. Ik moet altijd daar zo. Rondje, oké, daar was het. Goed. Blijkbaar ben ik de grote voor. Het is wel zonde. Oh, je moet hem aan. Laat hem daar stilstaan, hè? Kom maar. Nou, hij gaat hoor. Hij zit er al hoe met zijn kop. Ga nou eens gewoon door. Nog een rondje. Oh mijn god. Goed. Daarbij is. Daarbij is. Goed zo. Een beetje kost hebben toch? Echt. Dat is weer een vlot van een paar. En nog donker ook, hè? Jeetje. Oké, ik moet hier echt uit. Nee. Stop, joh. Etten. Oké, ik ga er nu uit. Dat is niet jammer. Yo. Wat doe jij? Zo vind je. Nee, dan pak je me terug. Nee, ik zal niet durven. Nou ja, leuk treintje. Maar nu genoeg. Ja, genoeg. Van je vriendin moet je het maar hebben. Dit zie je als een TikTok filmpje. Dan gaan ze gewoon al die dingen bij elkaar houden dan. Heel veel tegelijk, hè? Ja, ik heb soms wel een moment, inderdaad. Soms heb ik toch misschien nog wel iets speels in me zitten of zo. Pas op, cavia en kippetjes. Met die neus, lijkt je. Wat zei jij?
Hé, ingang kerst, joh. Ik dacht dat we al voorbij waren. Nou, blijkbaar nog niet. Kijk, dit heeft nou echt wat van een droomvlucht. Een Efteling. Een elfje. Nou, ik heb mijn elfjes, dat heb ik al vast. Oh, schattig hoor. Dit heeft nou echt wat van een droomvlucht, hè? Ja, dat kan ook. Je kunt ook een kerstman als piek neerzetten. Maak een foto en win. Maar hoe moet je... 150 euro, dat is niet... Oh! Maar hoe... Waar wou je om al... Gaan we gaan zitten? Ja, gaan we samen erin zitten en dan... 150 euro, zou ik niet zo gelukt? Oh, kijk dit. Oh, dit is zo lief. Twee grote schatjes bij elkaar. Heb je toch niks, heb je toch niet zonder meegenomen? Nee, inderdaad. Oké. Okay. Lief hoor. Moet je eens kijken, wat een ontzettende mooie kerstbal. Die kun je ook hier aan je oren plakken zo. Of aan je oren doen. Maar dan valt hij uit je oor. Dat kan bij jou ook wel. Je hebt grotere oren. Vind je dat nou heel aardig? Nee, heel lief? Kijk! Ja, vind je het mooi, mevrouw? Ja, maar ik dan ben je helemaal... Ja? Toch wel? Dit mag wel. Nou, dankjewel. Jeetje. Het is ook wat, hè. Ze versiepen graag. Dit soort bomen vind ik dus ook echt gewoon super leuk, hè. Gewoon van die Frozen bomen, Let It Go. Van Disney. Met Olaf. Kijk, dit is ook zo'n lange neus. Ja, maar je lijkt er wel aardig op. Ik wist dat je weer wat zou zeggen. Ik wist het. Oh, je hebt ze zelfs ook nog van... hoe heet dat figuur ook weer? Van... Lilo en Stitch? Ja, hoe zeg je dat? Lilo en Stitch? Ja. Lilo en Stitch heet die. Lilo. Nee, Lilo is dat meisje toch? Ja. Als je dat nou zoent... Echt, ze kan gewoon echt niet serieus zijn, hè? Ze kan gewoon echt niet serieus zijn. Hoe kan het nou serieus zijn? Is dat leuk, jongens, zo? Geweldig. Je hebt allemaal Mickey Mouse, de Aristo Kids. Hier, blijf staan. Nee. Ik wilde hem bij jou doen. Ze jat me grappen. Kijk, zijn neus staat er gewoon in. Ze jat me een grapje, dus dat is niet leuk. En dan kom ik bij mijn favoriete afdeling aan. Ja, inderdaad, vuurwerk. Nou ja, en mijn lieftallige vriendin die houdt heel erg van bloemetjes. Dus die is natuurlijk weer heel afgeleid door bloemetjes. Valt ook wel echt op met al het roze. Maar ja, daar ben je van, hè? Roze. Ik wil zeggen, hier ben ik van, maar het echte vuurwerk hebben ze nog niet staan. Dit is alleen nog maar kindervuurwerk. Ja, moeten we dit ook maar eens even gaan... Oh, echt flinke potten, hoor. Allemaal flinke fonteinen, zien jullie dat? 60 euro. Met echte vuurwerk, dat staat hier nog niet. Ik denk dat het toch wat later komt of zo. Maar zoals gezegd, echte vuurwerk of dat grote luchtvuurwerk, dat hebben ze hier nog niet. Even op wachten. Maar ik ga het ook niet hier bestellen, hoor. Ik ga het bestellen in Borkel zelf. Dan moet ik helemaal naar Lochem fietsen. Dat ga je niet doen, hè? Dat ga je niet doen. Kijk nou eens, ze hebben je naam gevonden. Mariska. Kijk aan. Melissa, haar naam Melissa. Voor duidelijkheid, Mariska en Melissa is haar naam niet alleen. Ik pest altijd ermee, of plaag er altijd mee. Dus niet doen, hoor. Geen Melissa of Mariska noemen. Geen Melissa of Mariska zeggen, want dat vindt ze niet leuk. Wat? Michel. Wat? Michel. Heb je... Oh god, ze heeft mijn naam gevonden, hoor. Zie je Tessa nog even staan, hoor? Ik raak helemaal afgeleid hier. Ah, wel schattig, hoor. We zijn natuurlijk hier samen met z'n drieën, maar Job blijft wel denken aan zijn vriendinnetje. En hij heeft zijn naam van zijn vriendinnetje gevonden. Ga je meenemen dan voor Tessa? Ja. Domme vraag natuurlijk ook. Jouw naam hebben ze helaas niet, lieverd. Dan zal ik ze misschien voor jou om kunnen noemen. Mijn naam? Jouw naam en Johnny. Of zal ik je voortaan gewoon Ingrid noemen? Nee. Grapje. Zul je net zien de namen die je dan zoekt? De namen die je dan zoekt, die hebben ze niet. Maar wat echt filmen, hè? Ja. Je filmt er half niet op. Je filmt al half niet op, wat zeg je nou? Nou, Job heeft een cadeautje gehad voor Tessa. En dat was een kwestie van inpakken. Alleen, hij wilde dat papier net eraf halen. En dan schudt hij zelf af, dat hier van die tandjes zitten. Job zijn inpakkunsten. Nou, gaan we door Winterwonderland heen. Of door de Efteling. Wel echt vet, hoor. En nu is het tijd voor oliebollen. Kijk, oliebollen. Ik heb zoveel zin in oliebollen. Heerlijk. Twee oliebollen van de krenten en poetsen. Ja. Nee, ik moet in de... Ja,
Wie is dat dan? Zo, alvast een gelukkig nieuwjaar, jongens. Rom. Ja, zat zit je helemaal lekker om naar poeder te zuigen. Lekker hoor. Oh my god. Dit gebeurt mij dus echt altijd, hè. Je kunt het ook opsnuiven. Zo. In mijn neus. Goed. Het is me er af te hoeken heen. Ja. Oh, heerlijk oliebol. Nog een paar weken, nog een paar, nee, nog anderhalf week. Tot oud en nieuw. Goed. Hoe gaan we hier uitkomen? Wow. Jeetje. Nou goed, lekker dagje intro en zo. Wat heb je nou weggehaald dan? Tessa's sokken. Waar heb je die nou weer vandaan? Waar waren we geweest? Kerstwinkel? Oh ja, kerst. Waar waren we vandaag geweest? Oh ja, bij de intratuin. Ja. Ja, kerst sokken. Ik zag eigenlijk mijn naam. Ja, Mariska en Melissa hadden ze wel. Ja, dames en heren, en dat is natuurlijk zo dat bijna kerstnel het nieuw doet, of kerstnel het nieuw, dus het is natuurlijk zo dat het bijna oud nieuw is. En nu hoor je natuurlijk al hier en daar regelmatig wat knalletjes voorbij komen. En ja, ik was dus bij de verjaardag van Tessa en Job met mijn vriendin en toen waren ze al bezig met lekker wat knallen. Alleen, die heb een beetje naast gemist, dus toen kon ik niet op tijd mijn camera pakken en het voor jullie filmen. Maar ja, toen kreeg ik een appje van mijn zus en die had het gefilmd, alleen, kijk maar. Wauw, ze heeft net het vuurwerk daadwerkelijk gemist. Ze heeft op het moment gefilmd dat de laatste knal afgelopen was. Spot verdikkie me. Ja, en dames en heren, naast dat al deze gekkigheid van deze vlog heb ik ook wat anders aan jullie te melden. Maar dat ga ik jullie pas melden in de 1000ste vlog. Er gaat namelijk een grootse aankondiging komen. Meer daarover kan ik nu nog niet vertellen, maar zorg dat je ervoor gereed houdt. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent. Niemand gaat het verwachten, maar het gaat wel echt gebeuren. Dus. En voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken ook naar deze vlog. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet niet dat het duimpje omhoog te doen. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier wil je het niet gedaan. Check je bij de volgende vlog om 5 uur op mijn kanaal mee. En dan zeg ik je zoals altijd en ook vandaag. Blijf positief. Bijna kerst. En oud en nieuw. Tot de volgende vlog om 5 uur. En dan zeg ik je zoals altijd en ook vandaag. En ik wens je natuurlijk allemaal echt een super goede kerst toe. Dus veel plezier met kerst. Bedankt voor het kijken. Fijne kerst allemaal. En tot de volgende vlog om 5 uur. En dan zeg ik zoals altijd en ook vandaag. Peace.